Voor kinderen van het binnenland is het binnenkort ook mogelijk om lessen te volgen bij de kinderuniversiteit. De mogelijkheid wordt geboden door een overeenkomst tussen de kinderuniversiteit en Webhelp Suriname. Kinderuniversiteit Suriname is een opleiding waarbij kinderen van 6 tot en met 14 jaar in de gelegenheid worden gesteld naast de reguliere schoollessen lessen te volgen om hun interesse over de wetenschap en technologie te vergroten of aan te scherpen. Joanne Monsels, voorzitter van de Kinderuniversiteit, zegt dat de samenwerking tot stand is gekomen door de kruisende visie en missie van zowel de universiteit als Webhelp Suriname. De samenwerking houdt in dat Webhelp Suriname inkomt met financiële steun aan de Kinderuniversiteit, waardoor we tegen een lage financiële bijdrage onze kindercolleges kunnen aanbieden in Paramaribo en gratis op scholen in districten. Voor de Kinderuniversiteit Suriname is het zeer belangrijk dat we stimuleren tot creatief denken en tot kritisch denken. Aan de andere kant vindt Webhelp Suriname het ook belangrijk dat ze uiteindelijk een gezonde aanwas hebben aan mensen die verder gestudeerd hebben, die afgestudeerd zijn van de universiteit of die een middelbare opleiding hebben afgerond. Dus vandaar dat het interessant is voor Webhelp Suriname dat de kinderuniversiteit stimuleert tot verdere studie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bij de samenwerking tussen Webhelp en de Kinderuniversiteit Suriname, dat het gaat om capacity building voor Suriname op lang termijn. En het fijne is dat door de financiële steun die Webhelp geeft, we ook kunnen gaan tot een duurzaam initiatief van de Kinderuniversiteit Suriname. We bestaan al 2 jaar en door die samenwerking van Webhelp kunnen we ook nog heel lang doorgaan met onze kindercolleges. Monsel zegt dat een van de voordelen die de leerlingen aangesloten bij de kinderuniversiteit zullen hebben, is het betalen van lagere collegekosten. De kinderen van het binnenland genieten een bijkomstig voordeel, omdat het afreizen naar de stad niet meer hoeft. Dit is een bewust uitgezette strategie van de kinderuniversiteit om zodoende kinderen van verschillende maatschappelijke posities tegemoet te komen. Het is de bedoeling van de Kinderuniversiteit Suriname dat we zoveel als mogelijk kinderen, het maakt niet uit als ze komen uit van welk huishouden ze komen, maar we willen een sociale mix van kinderen hebben, dus van stabielere huishoudens en huishoudens waar ze niet zo kapitaalkrachtig zijn. Die brengen we dan samen en dan leren we over de verschillende disciplines van de universiteit. Bijvoorbeeld in april gaat het om financiële educatie en microbiologie en coderen. In de maand mei gaat het om archeologie. En een kind kan zelf bepalen hoeveel kindercolleges het wil volgen, samen met de ouder natuurlijk. Maar we geven wel adviezen. We observeren de kinderen, we observeren hun competenties, waar we bijvoorbeeld kunnen zien van oké, nu ben je competent te lezen, maar we willen dat je taalvaardigheid vooruitkomt, of dat je schrijfvaardigheid vooruitkomt, of dat je rekenvaardigheid vooruitkomt. En dan adviseren we de ouders ook welke kindercolleges het kind het best vanaf het begin zou kunnen volgen. Oh. Dus het traject is niet bij ieder kind hetzelfde, we observeren het kind eerst. De Kinderuniversiteit hoopt met dit project een stimulans te zijn tijdens het ontwikkelingsproces bij jonge kinderen, besluit Monsels.